lange, lange slierten, rijkelijk gevulde tomatensaus en kaas erbovenop. Spaghetti bolognese, dat kennen we allemaal, maar ik ben wel benieuwd of je deze gezonde variant al kent. Ik maak geen klassieke bolognese saus, maar wel een soort van vloeibare tapenade van gegrilde pepers en kersttomaten. En voor die pepers heb ik zo'n klein trucje. Snijd gewoon in het vierkant rond in een peper, in plaats van hem zo eerst in twee te snijden en dan al die zaadjes eruit te peuteren. En dan heb je meteen ook zo'n plat vlak waar je heel makkelijk vierkantjes van kunt snijden. Die gaan in een bakplaat met heel veel kersttomaten. Een ajuin, chilipeper en look erbij. Grof snijden en daarbovenop. Van de chilipeper de zaadjes eruit, tenzij dat je heel pikant wil natuurlijk. En dan een ajuintje. Daarbovenop. Olijfolie, peper en zout. Alles kan, hè. Rozemarijn, tijm, oregano. Alles voor de smaak, hè. Zo. Bovenop. En dan niet afdekken of zo. Gewoon een uur lang zo in de oven. En dan kan het allemaal mooi verdampen en komen die smaken los. Ondertussen maak ik mijn spaghetti. Al mag ik het eigenlijk geen spaghetti noemen, want het is courgette. Dus we maken lange, lange, lange slierten van die courgette. Met zo'n groentesnijder. Tegenwoordig vinden we dat eigenlijk makkelijkst bij de Chinees. Maar ook online zijn er wel wat mogelijkheden. We moeten mee met onze tijd, hè. Dus je duwt dat erop en dan gewoon draaien. Woehoehoe. Die courgetteslierten die gaan we niet koken. We gaan die gewoon allemaal samen bakken. Kort en krachtig. Klein lepeltje pesto daarbij, dat mag. Twee lepeltjes pesto dan. Zo. En het makkelijkste is dan eigenlijk gewoon met twee houten lepels. Roerbakken noemen ze dat officieel. Dus maximum een paar minuutjes. Dat dan nog mooi, we zullen het even al dente noemen, blijft. En dan uitkieperen op een grote schotel. En dan onze saus. Daarvoor ga ik die gepofte groenten gaan mixen met geweekte cashewnoten. Oké. Okay. Een paar korte pulsjes die zijn voldoende, want kijk, dan krijgt die cashewnoot zo bijna een gehakt textuur. En toch zo nog een paar stukjes tomaat. En terwijl dat al warm is, moet je dat gewoon over uw pasta gieten. En dan als afwerking gewoon vers geraspte parmesan daarbovenop.